Entering training area. Loading text class. Deze video is een beetje lang, maar ik raad sterk aan om hem af te kijken. Want hij geeft de fysische context voor trillingsberekeningen en in feite ook voor alle regeltechniekvakken die gaan volgen. We beginnen bij het begin. Wat is dynamica? In feite is het altijd gegeven een of andere machine met een beschrijving van de maten en gewichten. Hoe beweegt die machine dan? Dat is de essentie van dynamica. En er zijn in oplopende moeilijkheid drie vormen waarin je deze vraag kan stellen. De eerste vraag die je kan stellen is: wat is de versnelling op een bepaald tijdstip? Dus gegeven de positie en de snelheid op dat tijdstip. En die vraag beantwoord je door f is ma, ofwel dubbelfluxie x, op te lossen. En natuurlijk de variant voor rotaties als die ertoe doen, maar die laat ik voor dit verhaal even weg. Nou, de tweede vraag die is al iets complexer. Wat is de toestand van de machine na een tijdje? En die vraag beantwoord je door de integraal te nemen van f is ma dubbelfluxie x. En twee veel voorkomende vormen van deze integraal, waar we vaak mee werken, dat zijn de energievergelijkingen. Want dat is de integraal over de afgelegde weg, dus integraal FdS. En dat is dan gelijk aan het verschil in kinetische energie. En de tweede integraalvorm is de zogenaamde impulsvergelijking. Dat is gewoon F is MLA geïntegreerd over de tijd. Dus integraal FdT is gelijk aan het verschil in impuls. De derde vraag, daar gaat het natuurlijk om. Dat is de lastigste, of eigenlijk de meest uitgebreide. Dat is als je de formule wilt weten die de hele beweging van de machine beschrijft, dus x als functie van de tijd. Dan krijg je een beschrijving van de machine en alle extern aangebrachte krachten en momenten en dan probeer je zoiets te vinden als x is 5t tot de derde min 3t plus 18 bijvoorbeeld. Dit is dus x als functie van de tijd. En als je dit eenmaal hebt, dan kun je op elk tijdstip de positie weten, gewoon t invullen, en de afgeleide van deze functie, die geeft de snelheid enzovoort. En je kunt ook de hele grafiek tekenen van hoe dat ding beweegt in de tijd. Dus zoiets wil je dus. Alhoewel, deze formule hier is maar een willekeurig, niet vaak voorkomend voorbeeld. Nou, er zijn systemen waarbij dit heel makkelijk is. En systemen waarbij het moeilijk is. Kijk, dit is een makkelijke. Bijvoorbeeld, er is een massa met een kracht erop die een functie is van de tijd. Bijvoorbeeld, F is 6t plus 2 newton. Ik noem maar wat. Waarom is het makkelijk? Omdat je Newtons vergelijking F is MLA bijna gelijk kan invullen. Kijk even omschrijven. Dubbelfluxie x is dus 1 gedeelte m maal f. En als we die f invullen, dan wordt het 1 gedeelte m maal 6t plus 2. En we waren op zoek naar de formule van x als functie van t. Dus dat is hier gewoon een kwestie van twee keer integreren. 1 keer integreren levert snelheid fluxie x is 1 gedeelte m maal 3t kwadraat plus 2t plus een onbekende integratieconstante, C1, die je later uitrekent als je de beginsnelheid op T0 gaat invullen. En nogmaals integreren en je krijgt x is 1 gedeelte m maal t tot de derde plus t kwadraat plus C1 maal t plus weer een nieuwe onbekende integratieconstante, C2, die je later weer uitrekent als je gaat invullen wat de positie was op tijdstip T0. Nou, dit is het makkelijke werk. Want we hadden x, of in ieder geval zijn tweede afgeleide, al beschikbaar als functie van de tijd. Wanneer wordt het dan moeilijk? Nou, bijvoorbeeld als er op die massa m een kracht f staat die een functie is van de positie x. Bijvoorbeeld, hij zit aan een veer. Hier, ik teken eventjes in ingedrukte toestand. Nou, als naar rechts de positieve richting van x is. En als hier dan een veer zit met stijfheid k. Dan weten we natuurlijk wel dat die kracht f gelijk is aan min k maal x. Negatief, want de andere kant op dan de verplaatsing. Waarom is dat nou weer zo moeilijk? Nou, als we weer f is ma, oftewel dubbelfluxie x, gaan invullen, dan wordt f, ofwel min kx, is m dubbelfluxie x. En als je wilt kunnen we dit nog even omschrijven. Doe ik eventjes die parameterwaarde aan één kant. En dan staat er dubbelfluxie x is min k gedeelte m maal x. Nou, en hier staat x met zijn eigen tweede afgeleide dubbelfluxie x. Het is niet zoals hierboven, als een mooie functie van tijd, maar eigenlijk een soort van een functie van zichzelf. Want die positie x, die zorgt voor een versnelling dubbelfluxie x, maar die versnelling zorgt natuurlijk weer voor een verandering van de positie x. En dit type vergelijking heet een differentiaalvergelijking. En het komt vreselijk vaak voor in de werktuigbouwkunde.
En het zijn altijd dit soort differentiaalvergelijkingen, ofwel massa-veer-achtige systemen, die gaan zorgen voor trillingen. Oké, we gaan nu heel even snel kijken of iets een differentiaalvergelijking is of niet. Stel, we hebben een bal die zonder noemenswaardige luchtweerstand een paraboolvlucht maakt. Het free body diagram ziet er dus zo uit. De enige kracht die erop aangrijpt is mg naar beneden. De som van de krachten in x-richting is dus 0 en dat moet gelijk zijn aan m dubbel fluxie x. En de som van de krachten in y-richting is min mg en dat moet dan gelijk zijn aan m dubbel fluxie y. X is naar rechts, y naar boven, maar voor dat verhaal doet het eigenlijk niet toe. Waar het om gaat is dat we zien dat hier de krachten 0 en min mg hebben. Dat zijn beide constanten, dus daar zit geen toestandsvariabele x of y in. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het hele eenvoudige functies van de tijd zijn. Dus die kun je zo integreren. Dit zijn dus geen differentiaalvergelijkingen. Maar wat nu als we een slinger nemen die aan een draaipunt hangt en ook alleen maar last heeft van de zwaartekracht mg? Nou, hier is het free body diagram met behalve mg ook twee onbekende reactiekrachten, fx en fy, en hoek theta en afstand r. Nou, dan Newton weer. Dus de som van de krachten in x-richting, nou dat is alleen maar fx, dat moet dan gelijk zijn aan m dubbel fluxie x. Som krachten in y-richting is fi omhoog min mg naar beneden en dat moet gelijk zijn aan mi dubbel fluxie i. En de som van de momenten rond het zwaartepunt, g, even rechtsom als positief, dat is fx maal r maal sinus theta plus fi maal r maal cosinus theta en dat moet gelijk zijn aan het tragische moment ig maal de rotatieversnelling dubbel fluxie theta. En er komen ook nog wel algebraische vergelijkingen bij, die dubbel fluxie x en dubbel fluxie y uitdrukken als functie van dubbel fluxie theta, maar dat is nu even niet relevant. Want waar het om gaat, is dat we hier theta hebben en hier zijn eigen tweede afgeleide. En daarmee is dit wel een stelsel van differentiaalvergelijkingen. Dat komt door die onderste vergelijking, want als je dit wil uitrekenen, dan heb je alle drie de vergelijking nodig. Ze zijn gekoppeld. Nou, nog een voorbeeldje. Hier is een auto met een constante aandrijfkracht, dus somkrachten in x-richting is fx. Moet gelijk zijn aan m dubbel fluxie x. Nou, hier staat geen x of zo verder, dus dit is geen differentiaalvergelijking. Maar stel nou dat we een auto hebben met diezelfde aandrijfkracht, maar ook met een luchtweerstand fv gelijk aan c maal de snelheid fluxie x. Dus hoe harder hij gaat, hoe meer kracht in negatieve richting. Hiervan wordt de som van de krachten gelijk aan fm van de motor min f-weerstand en dat is c maal fluxie x. En dat moet volgens Newton nog steeds gelijk zijn aan m maal dubbel fluxie x. En nu hebben we opeens weer een fluxie x en zijn eigen afgeleide, de dubbel fluxie x. Dus nou is het opeens weer wel een differentiaalvergelijking geworden. Nou, hopelijk geven deze vier voorbeeldjes een beetje overzicht.